Daar ligt gewoon een zwerver te slapen. Oh my god. Bakken vol met schaatsen gewoon. Oké, fuck. Security. Fuck boys and girls. Vandaag ben ik en Stan. Vandaag bij Lost Skate. Vandaag bij verlaten ijsbaan, mensen. We gaan hier een kijkje nemen. We moeten een dikke afdaling naar beneden doen. Ah, dat gaat ons wel lukken. En daar, mensen, daar ligt gewoon een zwerver te slapen. Kijk, als je hem ziet, daar ligt hij gewoon te slapen, dus we moeten gewoon oppassen. Oké, ik moet nu deze hele afdaling naar beneden doen. Stan is er al. Kijk wat we hier al vinden, mensen. Al direct twee schaatsen. Rolschaatsen en gewone schaatsen. En direct als we daar doorgaan, komen we op die ijsbaan uit. Echt ziek. Kijk wat hier staat, dat is zo'n machine. Kijk, om zo die hele ijsbaan zo helemaal schoon te maken. Het ligt hier vol met spullen. En net zagen we een zwerver buiten. Dus ik heb echt wel schrik dat hier ook gewoon iemand gaat liggen. Oké, mensen, ik loop nu op de ijsbaan. Wow. Er staan zelfs nog zo gooltjes en zo. Er ligt gewoon een random fiets. Kijk, dit is gewoon zo'n goal. En hier, mensen, heb je gewoon de hele tribune. En hier speelde die gewoon een ijshockeymatch. Oh my god, wat is dat voor prul? Fuck up, boys. Oké, broers, ons plan is nu om hier de trap naar boven te nemen en dan naar de tribune te gaan, helemaal boven de schaatsbaan. Oké, ik kom hier net binnen. We vinden gewoon even een oude printer en een computer gewoon. Ik snap echt niet dat mensen dat hier allemaal achterlaten. Bakken vol met schaatsen gewoon. Vol, hè. Weet je hoeveel geld, hoeveel dat heeft gekost voor al die schaatsen? En ze laten dat allemaal gewoon achter. Maar ja, weet je, dat is niet mijn probleem natuurlijk. Ik ben hier gewoon naar boven gekomen. De trap was nog stabiel genoeg. Hier allemaal papieren. Oké, dit is vies random. Er waren twee Nederlanders en die vroegen aan mij hoe die hier binnenkwamen, want die konden hier niet binnen. En die durfden niet langs de zwerver te lopen. Ik heb gezegd dat ze naar binnen kunnen en we komen die direct tegen waarschijnlijk. Ik ga hier nu terug naar beneden, want het wordt een beetje te gevaarlijk. Dat is onstabiel, die grond hier, dus ik ga terug naar beneden. Nu zit er wel echt vies veel ruis op mijn beeld, maar ja, ik kan er niks aan doen. Nu zien jullie tenminste waar we zijn. Hier is de ganse tribune. Daar is een heel schaatsbaan. Oké, mensen, hier liggen echt rare dingen. Hier staat gewoon een caravan. Wat zit erin zelfs? Allemaal gewoon banden en rommel. We staan nu op het topje van de schaatsbaan. Hier, waar vroeger die beamer stond en projecteerde op dat doek. Oké, we kunnen gewoon op het dak van de schaatsbaan geraken. Oké, broer, we zitten op het dak van de schaatsbaan. Ik wist niet dat dat hier allemaal was, joh. Oké, we moeten echt voorzichtig langslopen. Zo'n schaatskot waar ze zo aan die schaatsen werkten en zo. En zo die schaatsen slepen en van die dingen. Hier staat Skeers de buggy ever. Wat is dat, joh? Ah, hier zijn we terug bij dat één machine voor de vloer te kuisen op de schaatsbaan. Oké, we hebben nu ongeveer alles gezien. We gaan nu terug richting de uitgang. Ik zie niks voor mij. Spikke donker. We moeten nu terug die serieuze klim omhoog. Now boy is Benny. Ja, een auto, een zwarte auto met een man, met een wit hemd en een kostuum. Die zijn kakken. Kerel, what the fuck? Oké, die zwerver is weg, die heeft daar gewoon gekakt. We gaan nu met deze trap, hier staat een ladder. Wacht, waar is die? Ah, die groene, daar gaan we nu naar beneden. Actie. Oké, boys, we zitten nu in de trein.
weg naar huis. Ik heb een hoedje op omdat mijn haar, ja. Like de video mensen en abonneer op mijn kanaal. En als je het niet vet vond, like ook de video. En tot volgende keer. Maar weer. Ciao.